liefde voelen voor elkander. Mama. Houd eens rekening met een ander. Mama. Tolerantie, genegenheid, toon een glimlach en gun wat... Parasha Devarim. Niet alleen het begin van de parasha, Sidra, Devarim, maar het begin van het boek Devarim, Deuteronomium. Elia Devarim, en dit zijn de woorden die Moshe gesproken heeft tegen het Joodse volk. En er worden een aantal plaatsnamen genoemd. En wat wordt met die plaatsnamen bedoeld? Rashi zegt dan, het zijn die vreed toch aan God, het zijn terechtwijzingen van Moshe. Want al die plaatsen die nu genoemd worden, daar zijn we niet zo braaf geweest. Maar hij noemt het niet met name. Hij noemt dan niet de plaatsen. Behizkiran beremez. Mimei penei kavodan shel Yisrael. Hij duidt het alleen maar aan. Uit kavod, uit respect voor het Joodse volk. Er mogen dan fouten gemaakt zijn. En toch respect opbrengen voor de ander. Maar de vraag wordt gesteld, maar er wordt ook uitgebreid gesproken over die hele geschiedenis van die verspieders en over de geschiedenis van het gouden kalf. Dus eerst niet en dan toch later wel. En daar wordt op geantwoord dat Moshe eigenlijk het volk niet durfde terecht te wijzen. Misschien wel alle reden toe. Maar hij heeft toch al een keertje gezegd, Shimu na Hamorim. Opstandelingen, luister nou! Ziet die geschiedenis dat hij in woede toen op die rots heeft geslagen terwijl hij alleen had moeten spreken. Het wordt hem kwalijk genomen. Zover je dat mag zeggen van Moshe dat hem kwalijk wordt genomen, maar toch. Ja. En dus Moshe denkt, dat moet ik niet. Ik moet niet opnieuw in die fout gaan. En daarom zegt hij het alleen, hij duidt het alleen aan. Maar daarnaast heeft Hashem hem opgedragen dat hij het wel moest gaan zeggen. En daarom staat er daarna ook, Dibeer Moshe al bnei Yisrael kechol asher tziva Hashem oto alehem. Moshe is toen weer gaan spreken en heeft toen dat wel gedaan, omdat God hem dat had geboden. En dat vinden we dus in Sefer Devarim, of in de Sidra, Devarim, die altijd gelijnd wordt op de Shabbat voor Tisha B'Av. Daar moeten we altijd bij stilstaan. Tisha B'Av, de meest droevige dag in het Joodse jaar. Dat eens die tempel, eerste tempel is verwoest, daarna de tweede tempel is verwoest. De verdrijving van de Joden uit Spanje, Tisha B'Av. Begin van de Eerste Wereldoorlog. Tisha B'Av, en eigenlijk was de Tweede Wereldoorlog een soort voortzetting van de Eerste. Wat we allemaal meegemaakt hebben in onze geschiedenis. Maar tegelijkertijd, we zijn er nog. En dat moeten we proberen te combineren. Het verdriet om wat geweest is, en toch het bewustzijn. We zijn er nog. We bestaan, we blijven voortbestaan. En ook met alle eventuele problemen. In Israël, rond Israël, daar vertrouwen we op. En daarom blijven we Tisha B'Av houden in de overtuiging dat, zoals de profeten dat hebben voorspeld, dat eens alle vastendagen, inclusief dus Tisha B'Av, Chagim, feestdagen zullen worden. De Balat Turim, ook een verklaarder op de Torah, die zegt, Elia Devarim, dit zijn de woorden die Moshe heeft gesproken. Dat vinden we eigenlijk in de Torah 3 keer. 1 keer bij de berg Sinai, later in de Ohel Moed, de tent der samenkomst, en dan nu in de vlakten van Moab. En over iedere mitswe, ieder gebod, zijn 16 verbonden gesloten, zowel bij de Sinai als in de Ohel Moed,
de tent van samenkomst. En nu hier. En 3 maal 16 is 48. En we vinden in de Torah 48 keer dat er gewaarschuwd wordt om geen afgoden te dienen. Dan zegt bij Balatourim, dat is natuurlijk niet toevallig, die 2 getallen. Verder nog ook 48 keer worden we in de Torah erop attent gemaakt hoe met een geer om te gaan. Een geer is een vreemdeling, een proseliet. Hij komt, als we zeggen, van buiten. Misschien heeft hij wel eens afgoden gediend, waar hij dus afkomst of wat het allemaal mogen zijn. Maar de Torah waarschuwt en zegt van het moment dat hij tot het Jodendom is toegetreden, zoals de Torah, de halacha, zegt hoe dat moet geschieden, dan is hij één van het Joodse volk geworden. Maar de Torah vindt het dan toch nodig om ons daar 48 keer op attent te maken. Bereshit, dat is het eerste woord van het eerste boek. Het tweede boek begint met Ve'ele. Het derde boek met Vayikra. Het vierde boek, Vaydaber. En het laatste boek met Ele. Als je die letters bij elkaar neemt, dan krijg je het woord Yirat. En zo zegt de Baal HaTorim, dat is wat er staat, Reshit Chochma Yirat Hashem. Het begin van de wijsheid, dat is vrees, ontzag voor God. En met die wijsheid wordt dan de Torah bedoeld. En zo deze hier al 4 boeken vormen samen de letters van Yirat. En tegelijkertijd is Yirat, dus hij heeft dezelfde getalwaarde als het woord Torah. Dus dat zijn enkele opmerkingen die de Baal HaTorim op zijn wijze ons leert aan het begin van deze sidra, aan het begin van dit laatste boek van de Torah. Een glimlach en gun wat tijd aan de anderen, help elkander met liefde voor. Als we het hebben over het laatste boek van de Torah, dan gaan we nu even naar de laatste psalm van het boek van de psalmen. Halleluja, halleluja, bekotsjo, halleluja, berikia uzo. Op alle mogelijke manieren moeten we God loven. Loof God in zijn heilige woning. Loof hem om zijn krachtige daden. Loof hem om zijn oneindige grootheid. Loof hem met hoorngeschal, met harp en lier, met dans en tamboerijn, met snaren en fluit. Loof hem met klinkende bekkens, met slaande cymbalen. Alles wat adem heeft, loof God. Dat is een prachtige psalm die we iedere dag uitspreken in het ochtendgebed. En die ook op Rosh Hashanah in Musaf wordt geciteerd. We gaan eventjes stellen, hoeveel keer komt dit woord Hallel, loof, in deze psalm voor? Ik tel het even voor u. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 keer. En zo wordt verklaard, die 13 keer corresponderen met de Shlosh Esrei Midot HaRachamim, de 13 aspecten van Gods barmhartigheid. Dat wat betreft deze prachtige psalm, die dus deze week uitgesproken wordt. En dan zijn we weer aan het begin van het boek van psalm gekomen om in de loop van de maand weer alle 150 psalmen uit te spreken. Liefde voor God is de mens aangeboren. Shema Yisrael, o Jood, laat. We gaan naar de Tanya van deze week. Dat is hoofdstuk 11 van Igeret HaTeshuva. Het 11e hoofdstuk van die tekst die spreekt over het begrip Teshuva. Inkeer, spijt, berouw, terugkeer. En de Rebbe heeft uitgelegd dat je
moet nadenken en waarin je fout geweest bent. En dat dan even keihard gezegd. En dan waarschuwt te hebben en zegt, dat is op zijn enerzijds is dat goed. Maar tegelijkertijd moet je ook blij zijn. Misschien zijn we heel fout geweest. Maar we krijgen de mogelijkheid om de Shuwa te doen. En een baal teshuwa, iemand die teshuwa heeft gedaan, die zijn leven heeft verbeterd, staat nog hoger dan een tzaddik. Iemand die altijd braaf is geweest. Die mogelijkheid hebben we gekregen. Ja, zult u zeggen. Maar misschien dat ik heb nou wel teshuwa gedaan, maar misschien niet sterk genoeg. En wie weet ga ik weer opnieuw in de fout. Zegt de Rebbe, dat zal best kunnen gebeuren. Vraag je opnieuw, Megilla. Vraag je opnieuw vergiffenis. Kijk, bij mensen, als de een de ander wat aandoet en je vraagt vergiffenis, excuus, en doet het nog een keer, vraag je nog een keer excuus. Nou, na 3 keer heeft die persoon het wel gezien. Maar bij Hashem Hamabelisloach, God die veelvuldig sliga, verzoening, vergiffenis geeft. Baruch Ata Hashem. En we zeggen een bracha over. En zich legt de Rebbe uit. Een bracha mag je alleen maar maken als je zeker weet dat het zo is. Anders is een bracha la watala, een bracha voor niets. En heb je Gods naam voor niets uitgesproken, dat mag toch niet. Het feit dat we dus elke dag weer opnieuw door de weekse dagen in die bracha van Slag Lanu, dat we die ook eindigen met Baruch Ata Hashem Ganun Amar Belisloach, dat betekent dat we zeker van kunnen zijn dat God ons vergiffenis geeft. Dus, al vallen we weer terug in bepaalde fouten, of misschien maken we wel nieuwe dingen verkeerd, of zijn we achterstallig in bepaalde goede daden, wat het ook mogen zijn, maar hier wordt uitgelegd, we kunnen altijd weer terug bij Kodesh Baruch Hu komen. Dat is toch een hele blije gedachte. En daar hebben we citeerd hier ook een tekst die we op Yom Kippur elke keer weer zeggen. Ma'avir ashmotenu begol shana v'shana. U neemt onze schuld weg, ieder jaar weer opnieuw. Afshigaza wa'avar aleem. Ook al is hij daarna toch weer in de fout gegaan. Gozeer om mitwade aleem. En elk jaar op Yom Kippur zeggen we weer heel die lijst. 5 keer of meer dan 5 keer. Bij al die 5 gebeden. Die lijst van verkeerde dingen die we misschien hebben gedaan. Persoonlijk of met z'n allen. Ik mag geen begonjom. Wajom. En ook zo iedere dag dus 3 keer. En wat we net al zeiden. Baruch Ata Hashem, Ganun, Hamarpeh Lisloach. God is genadig, liefdevol en hij is bereid om ons steeds opnieuw te vergeven. Hello Jood, laat dat horen. De zegen, de regen, zonsondergang. God ziet de traan en de lach, het gezang. Kol haNeshama, de Hallel, ja, halleluja. Iedere ziel zal God loven. Geloofd is God. Neshama. Ziel. Neshama. Ziel. Maar neshama is verwant met het woord neshima. Dat betekent ademhaling. En zo wordt ook gezegd dat we het zo moeten begrijpen. Kol haneshama. Bij iedere ademhaling. De Hallel. Moet je God loven. Staan we eigenlijk niet bij stil. Dat doen we eigenlijk als met ademhalen. Geef een ogenblik. Gaat het middenrif naar beneden. En daardoor vullen de longen zich. En later komt dat middenrif weer naar boven. En dan stoot je die lucht uit. Dat doen we, ik heb hier een tekst waar dat even op wordt besproken, 12 tot 15 keer per minuut. Denkt u erbij als u dat aan het ademen bent? Het gaat allemaal automatisch. 12 tot 15 keer per minuut. Dat is ongeveer 900 keer per uur.
Dat is ongeveer 20.000 keer per etmaal. En dat gaat. Het gaat. En wat gebeurt er dan eigenlijk? Nou, de lucht gaat via de luchtpijp naar de bronchiën. En die vertakken zich. En uiteindelijk komt de lucht terecht in de longblaasjes. En wat gebeurt er in de longblaasjes? Dat zijn hele dunne, tere zakjes. En die geven de zuurstof door de celwand af aan de omliggende haarvaatjes. En dan via het bloed wordt de zuurstof vervolgens naar alle weefsels en organen gebracht. En daarna nemen de longblaasjes de koolstofdioxide uit het bloed op. Een wonderlijk proces. Het menselijk lichaam bestaat uit 100 biljoen cellen. 100 biljoen cellen. En al die cellen moeten voorzien worden met zuurstof. Dat is niet voor te stellen. Dat gaat toch maar dan voorbij. Je denkt er helemaal niet bij na. Maar de psalmlegger zegt ons, Kol ha-neshama, te Hallel. Elke ademtocht, wees ervan doordrongen. Wat een geweldig Gods wonder. Hoeveel zei ik? 12 tot 15 keer per minuut geschiet. 900 keer per uur. 20.000 keer per etmaal. Dan reken nou maar uit hoeveel keer per jaar. En hoeveel keer in je 120 jaar dat je op de aarde mag vertoeven. Kol ha-neshama, bij iedere ademhaling. Dat is een Gods wonder. Als we daarvan doordrongen zijn en dan ook begrijpen dat God de schepper is van alles. En we begrijpen niet altijd waarom God de wereld heeft geschapen en waarom God de wereld zo heeft geschapen. Maar uit alles begrijpen we dat God almachtig is en dus ook in staat is om eindelijk de grote problemen in de wereld op te lossen. Wij kunnen het blijkbaar niet. Dan kun je mogen, alsjeblieft, doe jij het nou. Ja. En zorg ervoor dat Tisha B'Av Yom Tov zal zijn, dat de treurdagen vreugdevolle dagen zullen worden. Voor Am Yisrael, Nimsa B'Tzion, die in Israël zijn. En voor de Joden in de hele wereld en voor de hele mensheid. We komen op mamash, spoedig in onze dagen. Ik wens u dus een Shabbat Shalom en tegelijkertijd een Chag Sameach. Daarom wij ons leven voor God moeten geven met Amen. Liefde voor het Joodse land. Amen. Altijd al bestond die band. Amen. O God, laat de vrede toch heersen daar. Stuur ons de Mashiach nog in dit jaar. Dan neden beneden. Niet morgen, maar heden met Amen. O God, laat de vrede toch heersen daar. Stuur ons de Mashiach nog in dit jaar. Dan heden beneden, niet morgen, maar heden met Amen.